Onderwijsminister Robert Pneu heeft vandaag een petitie van ontevreden afgestudeerde schoolmediatheek medewerkers in ontvangst genomen. De petitie werd voorgelezen en overhandigd door Ramona Wielingen. De schoolmediatheek medewerkers zijn boos omdat zij al 3 jaar afgestudeerd zijn en nog steeds geen werk kunnen vinden. De petitieaanbieders, allen vrouwen, hebben de 3-jarige middelbare beroepsopleiding tot mediatheekmedewerker, oftewel teacher librarian, doorlopen. Volgens Wielingen had minister Pneu beloofd dat ze na hun opleiding op een school geplaatst zouden worden. De mediatheken dienen in dit kader bemenst te worden met personen die daartoe opgeleid zijn, waarvoor de SMMBO garant staat. Bij de opening van het kinderboekenfestival dit jaar heeft u de wens uitgesproken om op elke school een mediatheek te hebben ter optimalisering van onder andere het leesgedrag, wat wij zeer nobel streven met dien verstande dat er gekwalificeerde personen te werk worden gesteld. Op september 2016 heeft u op een lokaal radiostation verklaard er naartoe te streven alle afgestudeerden van de SMMBO per 1 oktober 2016 in dienst te doen treden van het ministerie. Helaas is er nog niets van terechtgekomen. Dus we eigenlijk willen we dus aangenomen worden als library teachers, omdat dat is ons werk. Maar ons werk wordt ingenomen door leerkrachten die eigenlijk niet daar thuis horen. En wij willen onze positie nemen. Dat is het. De mediatheek medewerkers hopen dat de minister hun wens in vervulling zal doen gaan. Minister Pneu stelde de petitieaanbieders gerust door te stellen dat er wordt gewerkt aan een oplossing van het probleem. Op dit moment ben ik bezig met de geneeskundige commissie om te kijken hoe uiteindelijk leerkrachten die niet meer voldoen, in feite op een heel nette manier via het ambtelijk proces afgevloeid kunnen worden, zodat ruimte ontstaat om jullie aan te trekken. Ik ben bezig met de minister van Volksgezondheid. De geneeskundige commissie is nu geherinstalleerd. Er zijn een aantal brieven vanuit het ministerie nu van leerkrachten bij de geneeskundige commissie. We hopen daarop antwoord te krijgen, zodat we uiteindelijk invulling kunnen doen op een adequate wijze bij de mediatheken. Ik weet dat deze kwestie speelt vanaf de tijd van minister Adin. Ik weet ook daarvoor. En ik weet ook dat we uiteindelijk zaten met een heleboel overschot aan leerkrachten die in feite vanuit zeggen van ze zijn ziek, ze kunnen niet functioneren in de mediatheken zijn beland. Aldus minister Robert Pneu van Onderwijs. Hij stond vanmorgen voor zijn ministerie afgestudeerde schoolmediatheekmedewerkers te woord. Deze hadden hem kort daarvoor een petitie aangeboden waarin zij vragen om op scholen geplaatst te worden.